Ja, wij zijn volksvertegenwoordiger, en als we straks naar buiten gaan, hier de straat op en het volk vragen: moeten we tientallen miljoenen, honderden miljoenen euro's aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten geven? Dan weten wij, voorzitter, het antwoord. En toch doen we het. En toch doen we het allemaal, kamerbreed. En ik wil ook over de hoofden van ons hierheen dat aan de inwoners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten laten weten. Toch doen we het. Dat is ons koninkrijks gevoel. Maar we stellen één eis, één voorwaarde in jullie belang. Dat dat geld ook bij jullie terechtkomt. Bij de armen van Aruba, Curaçao en Sint die het geld nodig hebben. En niet aan de kleine elite die al tien jaar lang zichzelf ongegeneerd heeft verrijkt over jullie rug. Want er zijn te veel mensen rijk geworden dankzij jullie armoede. Dat willen we bestrijden. Wij staan aan jullie kant. En daarom stellen we die eisen. Kamerbreed. En het is nu aan de politici. Aruba heeft ja gezegd. Curaçao zit Maarten nog niet. Het is jullie keus. En anders vinden we wel een andere manier om onze broeders en zusters in het Koninkrijk te helpen. Dan gaan we wel om jullie heen. Daar zijn we wel klaar mee. Ja of nee? En dat zeg ik ook tegen de staatssecretaris. Het is ja of nee, het is geen ja maar of ja mits. Ja of nee. Ik ben benieuwd naar de reactie van Sint Maarten en Curaçao. Dank u wel meneer Van Raak.